Ik zal eens even kijken, want er is carnaval gered. Staking FNV bij Heineken van de baan. Heineken en vakbond FNV zijn op de valrepen tot een principeakkoord over een nieuwe cao gekomen. Daarmee is de staking bij de bierbrouwer tijdens de carnaval van de baan. Nou zie ik het probleem niet echt, hoor. Ze hadden ook gewoon gesloten kunnen blijven. Dus. Maar ja, voor de mensen die er wel van houden. Ja, dat had bijna niet veel gescheeld. Omdat er was er geen Heineken bier in de cafés waar ze Heineken schenken. Dus ja, hè. Het was haast een wonder. Videotheek Movie Store in Dongen wist al jarenlang te overleven. Maar dit weekend viel het doek dan ook echt voor de allerlaatste videotheek van dit land. Dit doet heel veel pijn, zegt Freddy de Haan. Ik ga het enorm missen. Het is niet anders. Er werd de WT-74-jarige eigenaar Freddy de sleutel van zijn pand. Aan de Hoge Ham heeft hij al ingeleverd. Sinds 1937 runde hij een videotheek die eerder op een andere plek in het dorp zat. De rekken vol dvd's zijn al weg. Het contact met de vaste klanten ga ik het meeste missen. Sommigen kwamen echt speciaal voor mij. Ja, maar wie gaat tegenwoordig dan naar een videotheek? Ja, nou ja, naar een erotiekzaak misschien. Is het en dan dat... nu. Oh, eens even. Het irritante, het gaat niet weg uit mijn hoofd. Plaatje van vandaag. Mijn vrouw zat in bad te relaxen en te chillen.